فرشت في خويا زين ايامي وصغر احلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين. Ik wil even een bord laten zien. Kijk, want ik ben nu in de regio Tatooine. Dat klinkt misschien bekend, want dat is ook de planeet waar Luke Skywalker zijn jeugd heeft doorgebracht. Het zit namelijk zo, George Lucas heeft in deze regio de eerste delen van Star Wars gedraaid. Maar die vond de naam Tatooine zo ontzettend mooi, dat hij heeft gedacht, weet je wat? Luke's planeet, die gaat Tatooine heten. We veranderen de naam in het script. Het leuk verhaaltje over Tatooine, het is een Emezigh naam. Zoals ik ook Emezigh ben. Het komt van de Emezigh mensen. Het betekent in onze taal de twee ogen. Tatooine. Voordat we doorrijden naar Shanini, stoppen we even bij de volgende filmlocatie. Sar Hadada. In tegenstelling tot Mos Espa was het al wel bestaande architectuur. Gebouwd door de Emezigh-stammen in de 15e eeuw. Dit is wat je noemt een ksar. Dit is een gebied binnen een stad met allemaal, ja, hoe zal je dat noemen, multifunctionele opslagruimtes. En in de ksars zag George Lucas iets buitenaards. Geen opslaghokken, maar het zouden woningen kunnen zijn op de planeet Tatooine. Maar Lucas wilde wel iets veranderen aan het eeuwenoude ontwerp. Na toestemming te hebben gekregen van de Heritage Foundation mocht George Lucas aan de slag met plamuur en een beetje verf. Kijk, en dan hebben we hier een stukje. Deze zal je misschien wel herkennen, dit stukje. Vet, hè? Ik sta hier dus voor het huis van Shmi en kleine Anakin Skywalker. En waar ik nu sta, stonden dus Qui-Gon, Jedi Qui-Gon en Shmi, de moeder van Anakin, te kijken naar Anakin Skywalker, de hoofdpersonage van Star Wars Episode 1, 2 en 3. Voor de filmopnames hebben ze, waar jullie nu staan, hier beneden, hebben ze het helemaal volgestrooid met zand. Want hebben ze heel deze straat gebruikt als filmset. Als je hier doorheen kijkt, dan zie je eigenlijk hoe ze er vroeger uitzagen. Kijk, daar heb je nog oude ksars in originele staat. De avond valt in Shanini. En als je hier bent, dan moet je natuurlijk gaan slapen in een grot. En de enige plek waar je dat als toerist kan doen, is bij Habib. Bienvenue. Bienvenue, merci, merci. Welcome to Shanini. Dariel, Dariel. Hedi Dari. Eeuw. Dari فيها غاري. ممكن نشوف دخول؟ اتفضل مرحبا أيوة بك شكرا. على الرحب والساعة صالون هذا المطعم أيوة. مطعم مطعم هذه الطبقة جيولوجية اسمها سينومانيا سينومانيا 95 مليون سنة هذا في المشروع فيه سكن متاعي الخاص في الغار أي. في الغار تفضلوا هذه بيتي خاصة لا بيتك بيتي خاصة أنا اسمح لي بريفي لا 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 مش مشكلة أنتم عائلة واحدة إيك ده غزاين بس عايز أخذ بريفي إيك ده قوي أنا ممكن عائلة واحدة عائلة واحدة عائلة واحدة مزيغ أنا وزوجتي الداخل في الشامبر نوبسيال نخان هيل بريفي ترين بكايكة الزوجة هون والزوج هون وهي ما عندها فين تهرب مستحيل تهرب ما الناس انت هم ما تهربش دابا نمشي في الفوق تياك فوق تياك باش نشوفوا لي تيراس برافو شفتي الدروج الصغيرة مزيان هكي الارشيتكتور قصوريان دي قصور هذا سي سكون ابل لو بيي دي قصور قصور ولا بلانيت تاتوين تاتوين عارفين عارف تاتوين تاتوين جورج لوكاس من ستار وورز عرفت ستار وورز ستار وورز ستار وورز خدمت معه وقت جا صور عام 95 لا والله لا خدمنا مع بعض في قصر لا انت كذاب شو كذاب لا بصح معه في قصر حدادة لا والله والله 95 96 97 ثلاث سنوات ثلاث سنوات هضر معك مع هضر مع مع
بس مع جورج لا وغاش كدير ولا كدير لا 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 كدير والله ما تكذبش حرام عليك لا بقى بصح ليش نكذب انا كنت معاه نحكي على موضوع التراث ان قصر حداده كان عنده طابع خاص انت بالنسبه لتطاوين وشنني خاصه جورج لوكاس كان بهواهم هوايه عنده محبه كبيره كبيره للبلاد هذه لانه اللي ما لقاش في الاريزونا وفي لاس فيغاس وكالجهات الكل نتاع امريكا لقاه هوني موجود واحنا ما نعرفوش القيمه نتاعو سي لا سول نوم دان لا يونيفيرس دو ستار وارز افيك ان نوم دو تير اكزاكت Mais ça correspond à une planète qui se trouve dans l'extrémité de l'univers. Hey. Là où il y a les brigands. C'est pourquoi que s'il y a les brigands. Met één handshake verwijderd van George Lucas ga ik mijn laatste nacht in Tunesië tegemoet. Wow, kijk dan jongens. Dat is echt precies op mijn lichaam gemaakt. The master bedroom. Kijk dan. Geen ramen, maar het voelt niet heel beklemmend. Het voelt wel chill. Ik ga hier wel lekker kunnen slapen, jongens. Wil jij samen met de kijkers weggaan, alsjeblieft? Dankjewel. Ja, dat is hem. Doei. All right. Hey bro, that's it. I'm not going any further. We zijn zo ver ik met de auto kan komen. Shukran. Assalamu alaikum. Je zou dus niet denken dat je op een belangrijke plek hier staat. Want er zit hier helemaal niks. Zo ver het oog reikt, helemaal niks. Behalve daar. In de verte één kleine constructie. Zie je dat? Het huis waar Lucas is opgegroeid. Een gek gevoel van spanning, vreugde, maar ook een beetje gezonde tempering. Het gaat waarschijnlijk gewoon een hele stoffige constructie zijn in de woestijn. Maar dat is natuurlijk niet het ding. Het Zoutmeer begint dus hier. Dit is de ondergrond die George Lucas heeft gekozen als ondergrond van Tatooine. Dit is dus Chott el-Jerid, het grootste zoutmeer van het Afrikaans continent. Meer dan 5000 vierkante kilometer, 250 kilometer lang en in de winter kan je waar ik nu loop soms bootje varen. Maar richting de zomer verdampt het meer en komt het zout naar boven. Door de verdroging is het meer nu vaker wel dan niet toegankelijk. Dat is fijn voor Star Wars fans en treurig voor de planeet. Het is nu heel dichtbij. Het is groter dan ik had gedacht. Lars Homestead. Banner. Je moet even nagaan wat hier is gebeurd in 76. Hier. De eerste paar dagen. De eerste paar scènes. Hier is het begonnen. Een van de grootste, meest gevolgde series, stripboeken, films, cultfenomeen ooit. Ooit is hier gebeurd. En deze krater is ook, hier stond Luke naar de ondergaande zon te kijken van Tatooine. Dit is Tatooine. Als je kijkt naar deze koepel, dan zie je ook dat hij best wel is afgebrokkeld. Het gaat niet zo heel goed mee, maar hij wordt steeds gerenoveerd. Want het verhaal is als volgt. De eerste keer dat hij is gebouwd, in 76, is hij getroffen door een storm. Tijdens de opnames hebben ze hem opnieuw moeten bouwen. Toen hebben ze na de opnames hebben ze hem afgebouwd en meegenomen. Toen zijn ze opnieuw teruggekomen voor episode 2 in 2000. En toen hebben ze hem laten staan na de opnames. Maar toen raakte hij weer in verval. Want door de dorre weersomstandigheden en de zandstormen. En het is natuurlijk hier heel erg heet.
ja, vervalt zo'n ding gewoon heel snel. Dus het heeft heel veel onderhoud nodig. En het lukt alleen met hele liefdevolle, gepassioneerde fans. En mocht Star Wars nou een van de weinige franchises ter wereld zijn die dat heeft. Die heeft een fanbase, die houdt niet op. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een constructie, maar symbolisch is het zoveel meer. Het is een soort van stenen iglo. En dit leidde dus in de film naar een huis wat dan in een krater zat gebouwd. Maar dat hebben ze natuurlijk niet echt gedaan. Ja, dat hebben ze wel echt aan, maar niet hier. Deze plek staat nog puur en alleen door de liefde van de Star Wars fans. En sommige van hen laten ook hier hun tekens achter. Mede-bedevaders. Zo zie je maar hoeveel dit voor mensen betekent. Oh, ja, wij kunnen niet achterblijven. Be the light to defeat the dark. Je zou zeggen, we zijn nu klaar met de bedevaart. Maar niets is minder waar. Want je bent pas echt klaar als je de zon onder hebt zien gaan op Tatooine. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.